Beste kijkers, fijn dat je weer kijkt naar een uitzending van de lokale Omroep Stijn. In de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 mei is de nieuwe voetgangersbrug getransporteerd naar het Heidekamppark. Onze cameralu gingen midden in de nacht op stap om dit transport vast te leggen. Op zaterdag 9 mei waren ze er ook weer bij, hoe de brug geplaatst werd. In de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 mei vond het transport plaats ter behoeve van de nieuwe voetgangersbrug aan het Heidekamppark. Het betrof zowel de twee brugdelen van 36 en 40 meter lang als de pyloon van ongeveer 24 meter lang en 10 meter breed. Het transport ging vanaf het Businesspark Stijn tot aan de bestemming naast Hotel van de Valk in Urmond. De brug die weegt zo'n 20 ton en het transport ervan duurde ongeveer 3 uur. Om dit transport mogelijk te maken, werden er overdag langs de route diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het verwijderen van lantaarnpalen en de bebording. De pyloon werd langs recreatiepark Steinderbos naar de asfaltcentrale en vervolgens naar de bestemmingslocatie aan het Heidekamppark getransporteerd. Vanwege de lengte van de brugdelen werden deze via de A2 vervoerd. De brug is zaterdag 9 mei geplaatst. Helaas ging die plaatsing wat minder voorspoedig. Doordat kabels te kort waren en verschillende boorgaten te klein, nam de plaatsing langere tijd dan gepland in beslag.
Uiteindelijk bleek er een knik in de brug te zitten die er oorspronkelijk niet in thuis hoort. Maar dit zou op korte termijn opgelost worden, aldus de constructeur.